Er staan wel omleidingsborden, maar ze worden niet of nauwelijks gelezen. Het gevolg? Veel auto's die ter hoogte van het Stadhuisplein moeten omdraaien. Het is duidelijk nog even wennen voor de automobilist. Sinds maandag zijn de Wal- en de Beeldendijklaan afgesloten voor verkeer. De brug over de Dommel wordt de komende maanden op die hoogte vernieuwd. Om de overlast te beperken laat de gemeente deze werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. De werkzaamheden aan de Wal duren tot half september. Op de kruising met de Beeldendijklaan en de Beeldendijklaan zelf wordt het laatste stuk Slow Lane aangelegd, waarin meer ruimte komt voor fietsers en minder voor auto's. Die werkzaamheden duren tot begin november.